Maar ik heb hem eraf gehaald. Mijn vledermaus. Die is trouwens boven bezig. En ja, wat zit er nou op mijn scootmobiel, op mijn booster, op het mandje vastgebonden? Mijn kerstboompje. Kijk, deze, daar gaat in principe alles mee aan. Nee, dat is de keuken. En de takken boven de tafel. Maar, doe ik het even opnieuw. En dan doe ik met alles, dan gaat het hier wel aan. Maar... Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds maandag. En we leven om 1 minuut over 12. Ja, en het is de 4e december alweer. Ik ga zo meteen even de kou in. En het is echt roetje koud. Ik zal mijn telefoon er even bij pakken. Even geduld. Hoppata. Want het voelt kouder aan dan het is. Dat weet ik al wel. Daar moet ik niet naartoe. Ik moet die gewoon aanklikken. Even laden. Het is 3 graden. En het voelt aan als min 2. Vanwege de wind. Ja, het is echt extreem koud. Maar in ieder geval, mijn begeleidster Karin met een K is net weer de deur uit. Ja, en dan mag je niet filmen. En ik moet de meisjes nog uitlaten. En die had ik al uitgelaten kunnen hebben. Maar ja, toen kon ik eerst achter Elbing aan, dit keer. Dat beestje moest dit keer eens een keer overgeven, ja. Dus ja, dan moest ik allemaal weer opruimen en opdweilen. En een paar doekjes viesen. Die heb ik eerst maar niet op de hand uitgespoeld. Er zat allemaal troep bij in. Dan ga ik zelf over mijn nek. Dus in de wasmachine die op een kwartiertje gezet. Ik denk, dan spoel dat wel eventjes schoon. En dan kan het daarna gewoon gewassen worden met een andere was. Ja. Hé, meisje toch. Hé, ja, mijn kind. Maar in ieder geval, we gaan straks met ons drietjes even de kou trotseren. Rijker krijgt er een jasje aan, want het is echt gemeen koud hetzelfde. Als ik de deurkruk vasthoud, dan doet het gewoon zeer aan mijn handen. Niet fijn dus. Nee, dus ik doe ook straks mijn nieuwe handschoenen aan. Die zijn wat warmer dan mijn oude. Ja. Dus ja, dat dus. Nou, en ik heb mijn nieuwe kleren had ik eventjes naar beneden gehaald. Die hangen nou daar aan de kast. Hoe moet ik dat doen? Daar ja. Dat is mijn nieuwe kleding. Ja. Dus daar ben ik helemaal blij mee. Want dat heb ik even laten zien aan Karen met elkaar. En ja. Gewoon leuk. Ja. Echt leuk. Ook heb ik al het verlichting even aangehad voor Karin. En die vond het hartstikke leuk en allemaal mooi. Ze houdt ervan. En morgen zet ze zelf, geloof ik, de kerstboom neer. Maar ja, in ieder geval, het gaat ietsje beter met haar. Ja, ik ben blij dat ze toch wel... Ja, het gaat heel langzaam, maar helemaal de oude worden, dat zal ze niet meer worden, zei ze. Nou ja, we wachten het af. Ze kan er ook niks aan doen. Nee, helemaal niks. Maar oké, lieve vrienden, ik ga naar het toilet. En ik wens jullie natuurlijk al het goed voor vandaag. Geniet vandaag. Ik weet niet of het zonnetje bij jullie schijnt. Nou, hier dus helemaal niet. Het is egaal grijs. Egaal grijs. Niet fijn meer. Ik hoop dat ik vandaag
de lamp op kan hangen. Ik hoop dat ik vandaag die takken kan gaan doen. Maar dat zullen we straks al zien. Ik moet eerst daar weer ook spullen voorbij pakken. Ik moet lijm erbij pakken. Dat het gaat drogen ook snel. Enzovoort. Mijn pistool. En ik hoop dat ik daar nog spul bij heb. Dat ik inderdaad kan lijmen. Maar dat komt, dat bekijk ik straks als ik terug ben met de meisjes. Hé? Jo! Dus, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. Geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet een klein beetje mee. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Zo, lieve vrienden, ja, ik heb de booster binnen gehad. En ik ben vergeten jullie er weer bij te pakken, omdat ik weer zo druk bezig was met alles en nog wat. Maar ik heb hem eraf gehaald. Mijn vledermaus. Die is trouwens boven bezig. En ja, wat zit er nou op mijn scootmobiel, op mijn booster, op het mandje vastgebonden? Mijn kerstboompje. Ja, ook het doosje is leeg, waar de verlichting in zat. Dat doet het allemaal weer, dus helemaal geweldig. Maar ik had eventjes wat problemen, meer problemen dan ik gewend ben om dat boompje vast te binden. Want het mandje is van plastic. Niet van ijzer. En die keertjes waar de touw tussendoor moet, ja, dat is allemaal klein en wil allemaal niet. En dan weer dit en dan weer dat. En toen zakte het boompje weer naar beneden. Ik denk, nee, dat moet omhoog. Dat moet steviger vast. Dus ik heb het nog wat steviger vast moeten binden. En ja, het zit er weer op en ik ben er weer blij mee. En ik ga nou een pauze houden. Maar ik heb last van mijn maag, omdat ik steeds ook voorover moest. En dan dat. En nou, rust even. En dan ga ik straks eerst die lamp buiten hangen. Daarna ga ik met de takken beginnen. Als eerst die lamp maar hangt, dat vind ik het belangrijkste. Want dat moet ik overdag doen. En dat andere ken desnoods ook nog 's avonds. Ja, dus. Ja, kijk, dat is een vledermausje. Een vledermausje. Nee, mag je niet op je rug mee reizen? Nou, dan niet. Mag nog niks, Gandalf. Maar ja, oké, maakt allemaal niet uit. Willy is nou aan het zuigen, hoor ik. Helemaal goed, helemaal top. En die moet ik ook opruimen. Mijn paperclips waar de vleermuis mee vast zat op mijn scherm. En ik ga even wel een bakje thee maken met gember, want ik mijn maag, nou je wilt niet weten. Nee, ik heb net wel druppeltjes ingenomen van, niet dokter Volgen, maar van een ander. Lucovitaal. Ik hoop dat het helpen wil. En dan zal het wel weer goed komen, ja. We gaan er gewoon weer voor, ja. Ik kan niet, nou eenmaal niet mijn maag in de knel drukken vanwege dat vooroverbuigen. Maar ja, in ieder geval, ik heb ook gelijk al het voer wat nog in de schuur stond, heb ik naar binnen weten te halen. Eerst ging het per twee blikjes of wat dan ook, want ik kon het gewoon niet versjouwen, want dat was mij te zwaar. En nou kon ik het naar binnen en gelijk opgeruimd en even wat in de keuken gezet. Dan kunnen we daar ook weer verder mee. Ja, hoef ik niet door weer en wind de kou in om blikvoer te halen voor Gandalf of voor de meisjes of wat dan ook. Dus ja, komt helemaal goed. Ik zou zeggen, hou gewoon vol goede moed en geniet gewoon verder met ons mee. Maar ook geniet zelf, vooral. Ja, dat is nog belangrijker. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, ja. Het is buiten, oh, zo koud. Maar alles werkt met dit apparaatje. Sowieso een aantal van de buitenboel. Maar ook de binnenboel. Terwijl dat weer een andere AB is. Dus ik kan met die andere AB dan weer uitdoen. Maar die laser, met die laserstralen erop. Die wat het huis projecteert. Die doet het ook. Enkel ik had veel moeite om pijn. Om hem vast te binden. Dat wou allemaal niet zoals ik het wou. Hij staat ook ietsje lager dan ik van mezelf gewend ben, maar het wou gewoon lang niet anders. Ook heb ik ontzettend veel last van mijn maag. Ik ben er beroerd van. Geen hoofdpijn, hé, dat wel. Ken je dat?
Ook dat boompje met het licht erin, dat doet het hier op. Nou ja, ik kan het nou ook op aandoen en dan gaat het hier ook wat aan. Zie je? En dan doe ik het weer uit. En dan is alles weer uit. Terwijl dat dan eigenlijk die witte nabe is. Maar ja, in ieder geval. Deze doet het nou niet. De dood heeft fout gereden omdat hij op zo'n buitending zit waar deze bij hoort. En ik kan wel... Hij doet nou twee keer niks. Dus ja, die kan gewoon opgeruimd worden in de doos. Batterijtje eruit. En dan voilà. Takken, daar kom ik nou niet aan toe, want dan moet ik voorover. En ja, ik ben echt oogstelbroerd ervan. Dat... Ik wil nog mijn maag ergens in zee leggen, laat ik maar zeggen. Ik heb al thee gehad met gember erin, maar ik heb druppeltjes gehad. Het blijft momenteel lastig daar. Ja, ik weet niet hoe ik het heb. Maar wat ik wel ga doen, en dat ging ik zitten doen, even de boel weer wat opruimen. En, want het is weer een puinhoop hier en daar. Dus ja, dat gaan we even opruimen. En dan zullen we het beleven. Hier ligt het een en het ander. Zoals dit van een batterij. Kijk, deze, daar gaat in principe alles mee aan. Nee, dat is de keuken. En de takken boven de tafel. Maar, doe ik het even opnieuw. En dan doe ik met alles, dan gaat het hier wel aan. Maar, dan blijft het buiten uit. En nou doe ik even alles weer uit. En dan pakken we die zwarte. Waar het binnen dan ook mee aangaat. Maar dit is eigenlijk van buiten bedoeld. Ja, dan gaat dat aan. Nou, dan pak ik ook gewoon weer alles en dan gaat dat weer uit. Voilà, klaar. Ja, toch? Nou ja, buiten doet het in ieder geval. En daar ben ik al blij mee. Ook die laserstraaltjes waar het op terecht komt. Joost mag het weten. Ja, ook hier in huis weer. Als je goed kijkt, daar op de muur. Nou, helemaal geweldig. Ja. Als het goed is, mag de buurman er nou geen last van hebben. Als het goed is. Als het goed is. Als het gewoon als het goed is. Nou, dan koop het. Ik heb hem echt meer deze kant op gericht. Maar in ieder geval, hij kan nou nog wel weer even naar, want het is nog niet donker, hè. Nee, gaat hij weer uit. Klaar. Maar in ieder geval, ik wou het jullie even laten zien dat hij het toch doet. Zonder om naar buiten toe te gaan. Ja. Het is 4 uur geweest, want Willy is net naar huis. En we zullen het beleven. Ik ga gewoon eventjes rustig aan doen. En ik denk dat ik eventjes bij de dames op de bank ga liggen. Misschien dat ik dan echt, ik ben lomlendig ervan. Maar maakt niet uit, komt alweer goed. Ik zou zeggen, hou gewoon vol goede moed. Doen wij ook. Ik ga eerst de boel opruimen en ik denk dat ik dan even bij de meisjes ga liggen. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet ook gewoon nog steeds een beetje met ons mee. Tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, we komen weer even bij jullie binnen wippen. Om dus welterusten te wensen. Dus bij deze zeggen wij, welterusten vanaf. Onze Elwing die bij mijn voeten ligt. Rijka die op de bank ligt. En meneertje Kanolf die boven is. Zeg ik dus, uit hun naam, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. En ik hoop dat het morgen wat beter weer is voor mezelf. Dan is het ook voor een ander beter weer. Want ik kan die kou absoluut eigenlijk niet hebben vanwege mijn artrose. En ik ben niet de enige die dat mankeert. Er zullen meerdere zijn die dat hebben en die weten hoe je je dan voelt. Ja. Heel veel pijn hebben dus. Maar in ieder geval, buiten dat allemaal, het was een fijne dag. Een gezellige, drukke bende. Ja.
Enkel, ik heb niet de takken voor buiten kunnen doen, omdat het gewoon, ja, te moe. Nee, te moe ben je in mijn oren, te koud. En ook buiten te koud en mijn handen, ja, die deden gewoon pijn. Ik denk, morgen weer een dag, ik maak ze morgen gewoon dan in huis, dat doe ik altijd. Maar je moet buiten ophangen. Maar ik heb heel veel gepiel gehad met die lamp. Maar hij ging uit zichzelf ook weer uit. Alles is uit, zelf uitgegaan, behalve dat ene boompje van ijs met al die lichtjes. Wat ik mijn gouden regenboom noem. Die moet ik wel zelf uitdoen. Dus ja, ik weet niet. Het zal een timer op zitten. Ik weet het niet. Ja, maar in ieder geval. Maakt het ook niet uit. Ik had het ook te laat door dat hij uit was. Ik denk, dan laat hem ook maar uit. Ja, doen we nou ook niet meer aan. Maar in ieder geval. Nogmaals, wel rusten. Slaap lekker met mooie dromen. Morgen allemaal weer gezond uit ons bed zien te komen. Ja, ja. En jullie weten het. God, die houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg daarom altijd, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!